Minister Hanke Bruinslot trekt de stekker uit Grondvest. Het Nijmeegse Democratiefestival zou te veel kosten en te weinig publiek trekken. We waren er nog helemaal niet, maar we hadden wel echt gedeeld dat we door konden groeien. En verder in het nieuws vandaag, minister Hugo de Jonge bezoekt bijzondere wijken in Nijmegen. En vakbond CNV komt met frietkar naar het technologiebedrijf in Nijmegen. Het Nijmeegse Democratiefestival Grondvest stopt na 2 edities. De minister van Binnenlandse Zaken, Hanke Bruinslot, trekt de stekker uit de subsidie. Het ministerie vindt dat de kosten en baten onvoldoende in verhouding liggen om het festival door te laten gaan. Iets waar voorheen al veel kritiek op kwam vanuit bevolking en de lokale politiek. RN7 vroeg aan verschillende lokale partijen een reactie op dit nieuws. De SP vindt het bijvoorbeeld prima dat het festival stopt. We vonden het altijd al een heel duur feestje voor mensen die zich toch al betrokken voelden bij bestuurlijk Nederland. Precies de doelgroep waarvoor je geen geld zou hoeven uittrekken met het Democratiefestival. Stadspartij Nijmegen vond het festival altijd al een slecht idee. Als de opgave was om de kloof tussen burger en overheid te dichten, dan slaagde dit festival daar niet in. Dan is het niet te rechtvaardigen dat daar nog langer een miljoen heen zou gaan. Directeur Teddy Vrijmoed bepaalt dat het festival geen subsidie meer ontvangt. Ja, op zich heel jammer. Het was natuurlijk voor de pandemie was het ook al een keer op het Zapseiland. Maar afgelopen jaar voor het eerst in het centrum van Nijmegen. En we waren er nog helemaal niet, maar we hadden wel echt het beeld dat we door konden groeien. En het ministerie heeft besloten om een andere weg te kiezen. Uiteindelijk gaat het er volgens Vrijmoed om dat het gesprek over het belang van de democratie blijft. Er wordt dus gekozen om een andere weg in te slaan. Waar moeten we dan aan denken? Er wordt nu gekeken of er een manier is om op meerdere plekken in Nederland aan te haken bij activiteiten, culturele activiteiten, festivals, bijeenkomsten die toch al gebeuren. Dus niet alleen in Nijmegen? Precies. En die snap ik ook wel, dat je een andere weg kiest, maar wel dat gesprek blijft vormen. Maar dat je een breder publiek aanspreekt. En ja, weet je, ik had gehoopt dat je dan altijd nog een centrale locatie daarbij behoudt. Maar ze hebben een andere besluitvorming gevolgd. Bewoners van de gerenoveerde wijk Jeruzalem in Nijmegen kregen bezoek van minister Hugo de Jonge. Hij kwam hoogstpersoonlijk een kijkje nemen en hij ging in gesprek met betrokkenen over het versnellen van de woningbouw. De wijk Jeruzalem is grondig gerenoveerd om de huizen energiezuinig te maken. Dat ging snel. De huizen werden in de fabriek gebouwd en ter plekke op de bestaande fundering in elkaar gezet. Zo hoefden de bewoners maar 12 weken in een wisselwoning te verblijven. Ja, we zijn zeker trots op de wijk. We zijn al 9 jaar bezig met de bewonersprojectgroep onder zo'n mooie... Ja, een mooie wijk van weer te maken. Dus we zijn nu bijna aan het eind van het hele project. Dus we zijn wel zeker blij. Er ligt een grote opgave voor de regio Arnhem-Nijmegen. Tot 2030 moeten er 35.000 woningen bijgebouwd worden. Prefabwoningen die in de fabriek al in elkaar gezet zijn, leveren dan een uitkomst. Het is niet alleen sneller, maar het zorgt voor minder CO2-uitstoot en er zijn minder grondstoffen nodig. Maar alleen maar de woning snel uit de fabriek krijgen, dat is slechts een deel van wat we moeten bereiken. Maar uiteindelijk gaat het erom dat die woning in die wijk staat en dat die huurder daar sneller en voor ons betaalbaarder kan gaan wonen. Dus Hugo de Jonge moet aan de slag met die procedures? Onze minister moet zeker aan de slag. En ik denk dat de weg die we zijn ingeslagen de goede weg is, maar er is nog een hele hoop werk te verzetten. Ja, zeker. Dat wil ik heel graag voor elkaar krijgen. Om met heel veel minder mensen veel duurzamer woningen neer te zetten die niet zoveel uitstoten op de bouwplaats. Ja, daarvoor hebben we dat fabrieksmatig bouwen echt nodig. En dit project hier in Nijmegen is wel echt een voorbeeld van hoe je dat zou kunnen doen. Ja, zometeen in het RN7 Regio Nieuws. Medewerkers van technologiebedrijf Nexperia kregen vandaag een frietje in de pauze. Van wie dat was en waarom dat gebeurde, dat zie je zo. Ruud van Kraai uit Druten en Rob Schouten uit Horssen zijn afgelopen week naar de Japanse stad Nagasaki afgereisd.
Zaterdag werd daar het monument Fukuoka onthuld ter nagedachtenis aan de 548 krijgsgevangenen van kamp Fukuoka. De onthulling vond plaats bijna 78 jaar na het bombardement op Nagasaki. Schouten is de initiatiefnemer van het monument. Zijn vader zat op 21-jarige leeftijd als krijgsgevangene in het kamp nadat Nederlands-Indië zich had overgegeven aan de Japanners. In 1945 gooiden de Amerikanen atoombommen op Hiroshima en Nagasaki. Er vielen 40.000 doden in Nagasaki, maar Schouten's vader overleefde. Schouten en Van der Kraai hadden een monument al eerder willen onthullen, maar vanwege corona werd het steeds maar uitgesteld. De eikenprocessierups zijn weer terug in Wijchen. De gemeente gaat proberen de overlast van de baarderupsen zo klein mogelijk te houden. Dat laat de gemeente weten via Facebook. Bij niet al te veel neerslag vindt op donderdag 18 of vrijdag 19 mei een bespuiting plaats. En deze werkzaamheden gaan dag en nacht door. Ja, en dan de socials. Voetbalvereniging Orion uit Nijmegen plaatst foto's van de teams vrouwen 1 en vrouwen 3. Ze zijn afgelopen weekend namelijk kampioen geworden. Vrouwen 1 is hiermee voor het eerst in haar bestaan naar de hoofdklasse gepromoveerd. De Vierdaagse plaatst op Facebook een foto van een wandelmars uit de oude doos. Hierop loopt één van de wandelaars met het bord waarop eerste keer staat. Hiermee vertelt de organisatie dat er in deze zomer precies 15.980 wandelaars voor de eerste keer aan de Nijmeegse Vierdaagse zullen deelnemen. En onze collega's van het radioprogramma RN7 Live laten op Facebook weten dat er aankomende vrijdag een bijzondere artiest in de studio komt optreden. De Duits-Nederlandse zanger überhaupt komt namelijk naar de studio. Deze zanger is woonachtig in Nijmegen en was in 2018 nog een van de finalisten van het RN7-programma Het Streektalent. RN7 Live is vrijdag tussen 9 en 11 te beluisteren op onze radiozender. Voor medewerkers van technologiebedrijf Nexperia in Nijmegen stond vanmiddag een lekkere lunch klaar. Vakbond CNV plaatste namelijk een frietcar voor het pand en nodigde medewerkers uit een frietje mee te prikken. Dat gebeurde natuurlijk niet zomaar. Op deze manier wordt er actie gevoerd voor een betere cao. Smaakt het een beetje? Ja hoor, heerlijk. Ik heb al een frietje op, ja. En dat was lekker. Ja? Dus nu staan jullie hier met een frietje. Waarom specifiek met een frietje? Dat had ook een pannenkoek kunnen zijn bijvoorbeeld. Alhoewel, pannenkoek weet ik niet in zijn kont. Maar had ook iets anders kunnen zijn. We hebben het hier bij Amplion een keer gedaan. En op andere plekken in lunchpauzes is het mooi om mensen naar buiten te halen. Je biedt wat eten aan, sociaal gebeuren. En belangrijk is ook voor vakbonden. Dit is niks met ultimatum of staken nog. Het is in je vrije tijd, in je lunchpauze. Een ludieke actie tijdens de lunch. De vakbonden lieten op deze manier weten dat een heleboel medewerkers het niet eens zijn met de cao-onderhandelingen. Waarom staat u hier vandaag? Nou ja, de cao-onderhandelingen die duren zo lang en het resultaat is niet wat we verwachten. Nexperia heeft naar mijn mening gewoon de inflatie genegeerd. En het was verder niet onhandelbaar, dus we kwamen met een laag bod. En dat vond ik niet zo leuk, maar andere mensen ook niet. Nexperia biedt een salarisverhoging van 4,5% per 1 januari 2023 en een eenmalige uitkering van 1000 euro. Ja, maar die 1000 euro dat gaat gewoon mee op de grote hoop, daar heb ik niet zoveel aan. En 4,5% is gewoon veel minder dan Amplion en veel minder dan de PME, dan de Metalectro. En veel minder dan NXP, dus ja, zo goed is het niet. Want NXP en Amplion bieden meer. Amplion zit op 5,6% en die krijgen er volgend jaar ook nog substantieel bij. En dat hebben wij allemaal niet. Volgens de vakbonden heeft Nexperia goede jaren achter de rug, maar merken de medewerkers er weinig van. Wat hoopt u te bereiken? Nou, we hopen toch wel op een procent of 7, 8 uiteindelijk te halen. Dus bijna dubbele voor wat ze nu bieden. Als Nexperia zeg maar 6,5-7% zou bieden, dan zou ik dat goed vinden, ja. Een woordvoerder van Nexperia noemt de frietactie spijtig. Volgens haar is Nexperia met een goed bod gekomen. Ondanks de stakingen laat het techbedrijf de salarisverhoging en de eenmalige uitkering alsnog doorgaan. Ja, gisteren is het straatnaambordje van de Sint-Titus-Singel onthuld in het Hunepark. Het straatnaambordje zal uiteindelijk aan de weg over de Waalbrug worden gezet. Titus Brandsma werd gisteren precies 1 jaar geleden heilig verklaard door Paus Franciscus. Geen wonder dus dat deze datum is gekozen voor de onthulling. Zojuist is een nieuw naambordje onthuld en wel met de naam Sint-Titus-Singel.
En dat is, de aanleiding is dat het vandaag precies een jaar geleden is dat Titus Brandsma heilig verklaard is. Dus dat is eigenlijk een activiteit binnen de katholieke kerk. Maar ook de gemeente Nijmegen wilde Titus Brandsma een speciale eer geven. En heeft ervoor gekozen om een singel naar hem te noemen. En de onthulling van die naam is vandaag gebeurd. Titus Brandsma is in zijn tijd een belangrijke man geweest. Onder andere door zijn verzet in de Tweede Wereldoorlog. Hij is heilig verklaard omdat hij eigenlijk een heel bijzonder leven geleid heeft. De heiligverklaring is in principe gericht op gelovige mensen. Dat je iemand die heilig is, daar neem je eigenlijk een voorbeeld aan. Dat hij een manier geleefd heeft die heel inspirerend is voor mensen. Dus hij was een gelovig man en hij leidde een leven wat eigenlijk bewonderenswaardig is. En dat van hem is onder andere getypeerd door het feit dat hij in de oorlog heel duidelijk tegen de nazi-ideologie was. Ik vind het heel belangrijk om de heilige Titus Brandsma te kunnen eren met de Sint-Titus-singel. En dat heeft te maken met dat jaar Nijmegenaren, die hebben hem in 2005 de allergrootste Nijmegenaar aller tijden genoemd. En ik kan me daar iets bij voorstellen. Hij was zowel verzetsheld als dat hij natuurlijk hoogleraar was in de tijd aan de universiteit. In de tijd dat de universiteit Nijmegen groot maakte. Maar ook in de tijd dat de universiteit onder druk stond door de bezetter. En ik denk dat hij bij heel veel Nijmegenaren ook resoneert, omdat hij uiteindelijk stond voor sociale rechtvaardigheid. Hij streed tegen racisme, hij streed tegen uitsluiting. En uiteindelijk heeft hij dat ook met de dood moeten bekopen, want de nazi's hebben hem vermoord. Nou, hij is vorig jaar, precies een jaar geleden, is hij heilig verklaard. Dus dat we dat nu kunnen bekronen met de Sint-Titus-singel, dat vind ik wel erg mooi. De weg die deze naam gaat dragen is de weg over de Waalbrug. Het is geen toeval dat deze weg deze naam heeft gekregen. Waalbrug, die kent iedereen natuurlijk, echt een van de iconen van Nijmegen. Maar de weg over de Waalbrug, die heeft nog geen naam. Dus die gaan we nu de Sint-Titus-singel noemen. Daarbij sluit hij bijna aan op de Petrus Canisius-singel, de andere grote heilige van Nijmegen. En aan de andere kant op de Prins Maurits-singel. Dus hij ligt tussen grote voorvaderen. Het is eigenlijk wel heel mooi dat hij een straatnaam gekregen heeft die gaat over de Waal. Dus de weg over de Waalbrug, die heet nu Sint-Titus-singel. En dat is eigenlijk wel heel mooi symbolisch, omdat Titus Brandsma ook een mens was die heel erg mensen met elkaar verbond. Hij hield niet van vijandschap, hij probeerde mensen tot elkaar te brengen. En dat is eigenlijk ook wat een brug doet, die verbindt twee verschillende kanten met elkaar. En in zekere zin was Titus ook zo iemand, was een soort bruggenbouwer zou je kunnen zeggen. Ja, en dan het weer. Het was wat fris voor de tijd van het jaar, maar eigenlijk mogen we er niet zoveel over klagen. Het is droog in onze regio, de zon schijnt volop en die 15 graden, ach, die is ook nog wel te doen. Morgen en overmorgen blijft het weerbeeld nog wel eventjes hetzelfde. Vanaf vrijdag gaan we vervolgens weer een stapje vooruit. Ja, richting het weekend gaan de temperaturen namelijk weer omhoog met naar verwachting een piek van 25 graden op maandag. In de tussentijd blijft het vrijwel droog en zonnig en die temperaturen zullen voorlopig tenminste boven de 20 graden blijven. En tot zover het RN7 Regio Nieuws van vandaag. Kijk voor meer nieuws op onze website rn7.nl. En alle uitzendingen zijn terug te vinden op ons YouTube kanaal RN7 Online. Heb je zelf nog een tip voor onze nieuwsredactie? Stuur dan even een mailtje naar redactie@rn7.nl. En wij zijn er morgen weer. Graag tot dan!